Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 439. We zijn bezig in de Romeinenbrief met de drie hoofdstukken daarin die specifiek over Israël gaan. Vooral de vraag waarom Israël de messias niet verwelkomd heeft, maar hem verwierp, komt vaak naar voren. Maar zo langzamerhand wordt ook duidelijk dat ondanks het verlies van Israël de Heer doorgaat met zijn plan. Een plan dat veel verder reikt naar de rest van de wereldbevolking. In Romeinen 11 wordt ook de hoop voor Israël weer duidelijk zichtbaar. We begonnen vorige keer met de vraag of het oude volk van God is gestruikeld en voorgoed afgedaan heeft. Natuurlijk niet, zegt Paulus. Daar mag geen enkele twijfel over bestaan. Hij legt uit dat door de val van Israël Gods zegen naar de volken is gegaan. Hun ongeloof bracht redding voor de mensheid. Een van Gods redenen was dat hij hierdoor Israël jaloers wilde maken, zodat het volk zich zou bekeren. Een belangrijke opdracht voor ons die uit de volken deel kregen aan Gods zegen. Helaas is ook dat niet zo gegaan als God had bedacht. Maar we mogen nog steeds die boodschap meenemen. Christenen mogen leven in de rijke en volle zegen van God, zodat andere mensen het zien en zich realiseren dat ze iets geweldigs missen. De apostel is in het vervolg helder over de toekomst van Israël. Als hun val al zoveel zegen bracht voor de rest van de mensheid, dan gaat er nog veel meer goeds komen als zij de Heeren weer gaan gehoorzamen. Het verlies van Israël mogen we dan ook zien als een tijdelijk opzij gezet zijn. Daardoor is de genade naar de niet-Joden gekomen. Maar God is ook machtig om de draad met zijn eigen volk in de toekomst weer op te nemen. Dan zal er een periode van zegen aanbreken waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken. Uitzending sluiten we af met het lezen van Romeinen 11, vers 25, waar Paulus zegt dat hij het geheim van Gods plan met Israël wil vertellen. Maar hij heeft het niet over een geheim waar wij meestal aan denken. Vandaag is het populair dit woord toe te passen op een verhaal met een niet onthuld plot of persoon. In het Nieuwe Testament wordt het woord gebruikt om te verwijzen naar dat wat verborgen was, maar nu geopenbaard wordt. Het geheim hier is de identificatie van de volheid van de heidenen. Dat in het Oude Testament geen onderwerp van openbaring was. Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben. En dat duurt totdat de grote massa uit de andere volken in Gods koninkrijk is ingegaan. Nadat Paulus de lezers met een niet-Joodse achtergrond daarop heeft voorbereid, door middel van de gelijkenis van de goede olijfboom, komt Paulus nu tot het bekendmaken van het geheim van Gods plan met Israël. Zoals ik al zei, het is dus iets dat in het verleden nog ten dele verborgen of onbekend was, maar nu door openbaring van God wordt bekendgemaakt. Paulus doet dit om de lezers niet onkundig te laten, maar ook om te voorkomen dat men zou afgaan op eigen ideeën. Een eigen idee zou kunnen zijn dat de ongelovige Joden als volk, waarvoor God een speciale bestemming heeft, hadden afgedaan. Het geheim is dat het plan van God. In verband met de bekering van Joden en Heidenen in drie stappen verloopt. De eerste stap is een gedeeltelijke verharding over Israël. Daardoor kwam er ruimte voor de tweede stap, de prediking van het Evangelie aan de niet-Joden, de Heidenen. Als die taak voltooid is, zal heel Israël behouden worden. De verharding van een deel van het Joodse volk zal duren totdat de grote massa uit de andere volken in Gods koninkrijk is ingegaan. De voltooiing van de prediking van het evangelie aan alle volken is de belangrijkste voorwaarde voor de komst van de Here Jezus en de opstanding van de doden. Romeinen 11 versen 26 en 27. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. De derde stap in dit heilsplan van God is de redding van heel Israël. Maar eerst moet aan de voorwaarden van de tweede stap voldaan zijn. Als Paulus zegt dat heel Israël zal gered worden, dan bedoelt hij niet dat elke individuele Israëliet gered zal worden. Het is het volk dat hij ons in dit hoofdstuk voorhoudt. In elke tijd wordt slechts een rest gered. Het citaat dat Paulus gebruikt komt van Jezaja 59, vers 20 in het Oude Testament. Daar staat «En naar Sion zal een verlosser komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heer. De boodschap voor het individu is dat hij zich van de zonde moet afkeren naar de Heer. Er zal een rest zijn die zich tot hem zal keren. Allen van hen zullen gered worden. Hij spreekt over het gerade overblijfsel als het volk Israël. Er is altijd slechts een overblijfsel dat gered is. Er was een overblijfsel in de tijd van Elia, er was een rest in David's tijd, er was een rest in Paulus' tijd, er is een overblijfsel in onze tijd, en er zal een rest zijn in de periode van de grote verdrukking. Romeinen 11, versen 28 en 29. Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Met andere woorden, ze zijn, met betrekking tot het evangelie, vijanden terwille van jullie. Maar met betrekking tot de verkiezing zijn ze geliefden terwille van de vaderen. Want de gaven van genade en het roepen door God zijn zonder berouw, zonder een verandering van gedachten. Paulus vat de voorgaande discussie samen. Er zijn twee gedachtenlijnen geweest die met elkaar in conflict en tegenstrijdig lijken te zijn, hoewel beiden waar zijn. In de eerste plaats wordt Israël beschouwd als een vijand terwille van de heidenen. Dat wil zeggen, zodat het evangelie naar de heidenen kan gaan. Aan de andere kant zijn ze geliefden terwille van Abraham, Isaac en Jacob. Daarom kan een christen niet in enige vorm van antisemitisme vervallen. Dat is een punt dat ik al eerder maakte, en blijf maken. Het falen van Israël, en evenzo ons falen, veranderen het plan en het doel van God niet. De genadegaven zijn geen natuurlijke gaven, maar het woord heeft met genade te maken. De roeping is niet een uitnodiging, maar het is het krachtige roepen van God, dat zonder berouw is. Met andere woorden, de roeping van God vereist geen enkele menselijke beweging. Vanuit Gods gezichtspunt is het zonder berouw van de mens of verandering van gedachten. Sommigen denken dat ze tranen moeten storten om gered te worden. Nu kan zeker het storten van tranen een gevolg zijn van een emotioneel mens die zich tot Christus keert. Maar de tranen hebben niets ter wereld te doen met je redding. Het is je geloof in Christus dat je redt. En ook is jouw geloof niet verdienstelijk. Het is Christus die verdienstelijk is. Jouw geloof stelt je in staat Hem vast te grijpen. Romeinen 11, versen 30 en 31: Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Deze versen zijn parallel opgebouwd. Zij vatten het geheim van Gods plan met Israël en de heidenen nogmaals samen. Bij de redding van de heidenen hebben de Joden een belangrijke rol gespeeld. Bij de redding van de Joden zullen de heidenen een rol spelen. De heidenen hebben vroeger niet in God geloofd, maar toch is hun genade bewezen. De ongehoorzaamheid van de Joden was de reden dat het evangelie buiten de synagoge aan de heidenen werd gepredikt. Zo kreeg hun ongehoorzaamheid een functie in Gods plan om ook de heidenen te behouden. Romeinen 11, vers 32. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. In één zin wordt nu het door Paulus bekendgemaakte geheim samengevat. Daarmee zijn we bij een van de hoogtepunten van de brief aan de Romeinen gekomen. Het is van dat de reactie hierop een lofrijzing moet zijn. Romeinen 11 versen 33 tot en met 36 O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Met deze lofprijzing wordt het gedeelte van Romeinen 9 tot en met 11 afgesloten. In die hoofdstukken werd de vraag naar het behoud van het volk Israël beantwoord. Het door Paulus openbaar gemaakte geheim van God leidt uiteindelijk tot de redding van zowel heidenen als van Joden. Het wonder dat twee vreemde en elkaar vijandige werelden met God verzoend worden, brengt Paulus tot een lofprijzing aan God. De apostel citeert woorden uit Jezaja 40 en Job 41. De slotwoorden lijken op die welke we aan het einde van de brief vinden. Met het laatste vers van Romeinen 11 wordt dan ook het hoofddeel over de verkiezing van Israël afgesloten. Daarmee is Paulus gekomen aan het einde van zijn algemene onderwijs. Wat nu nog volgt, zijn diverse kortere thema's en vermaningen. Romeinen 12 vers 1 ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Met Romeinen 12 begint het meer praktisch gerichte gedeelte van de brief. Toch sluit het goed aan bij het voorgaande. Paulus begint zijn vermaningen met te wijzen op de liefdevolle goedheid van God. Juist dankbaarheid vanwege Gods liefdevolle goedheid. Zoals Paulus die in de voorgaande hoofdstukken heeft uitgelegd, moet de motivatie zijn om een totaal ander leven te gaan leiden. Paulus vergelijkt het nieuwe leven met het aanbieden van een offer aan God. De offers die de gelovigen moeten aanbieden, zijn hun lichamen, hier in de zin van henzelf, de hele mens. Dit offer noemt Paulus levend, heilig en voor God welbehaaglijk. Levend omdat het offer niet bestaat uit het doden van het offerdier, maar uit een voortdurend toegewijd leven. Heilig, omdat dit leven afgezonderd is voor God, het is Zijn eigendom geworden. Voor God wel behagelijk, of met andere woorden een vreugde voor God, dus iets wat God gelukkig maakt. Dat is dikwijls niet hetzelfde als iets wat een mens gelukkig maakt. Met deze drie zaken rekening houden is de beste manier waarop men God kan dienen. Paulus wil aangeven dat ons dienen van God in ieder geval niet alleen uit het doen van uiterlijkheden bestaat. Het heeft met geest, ziel en lichaam te maken. Paulus schrijft aan de Thessalonicensen, en moge de God van de Vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Het gedrag van een christen moet in deze wereld uitgedrukt worden door zijn relatie met degene met wie hij in contact komt. En deze relaties moeten in alle opzichten zuiver zijn. Het zou op zich gemakkelijk zijn om gedrags- of leefregels neer te pennen, maar Paulus doet dat niet. Hij heeft uitgelegd dat een gelovige bevrijd is van de wet. Nu moet een gelovige zich niet onder een ander systeem van regels laten brengen. In de geschiedenis van het christendom zijn veel vormen van afzondering en sober leven bekend, waarmee christenen probeerden om zichzelf rein en heilig voor God te bewaren. Daarbij kwam het regelmatig voor dat christenen als wereldvreemd of als kluizenaars werden betiteld. Jacobus schrijft in Jacobus 1 vers 27, De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit, wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Vooral Jacobus wil christenen praktische adviezen geven voor de christelijke levenswandel. Jacobus laat zien dat geloof zonder goede daden dood is. Daarmee bedoelt hij ook dat het beleiden van het geloof op zich niet voldoende is. Echt geloof komt tot uiting in een goed leven, net zoals een goede boom goede vruchten voortbrengt en geen distels. Daarnaast wijst Jacobus op het belang van de christelijke levenswandel, zowel als bewijs voor de echtheid van het geloof, als om de wereld te tonen dat het goede nieuws levens van mensen verandert. Het onderwijs van Jacobus is een prachtige invulling van wat Paulus de beste manier waarop men God kan dienen noemt. Jacobus schrijft in Jacobus 1, vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. En als een gelovig mens dat niet kan. Jacobus schrijft dat men daarvan dan God niet de schuld moet geven. Want het zijn onze eigen slechte verlangens die ons in verleiding brengen. De slechte verlangens waar men aan toegeeft, die brengen een mens tot zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. Broeders en zusters, verlaat dus nooit de weg van God. Ik wil u één praktisch voorbeeld uit de brief van Jacobus geven. In Jacobus 1, versen 19 tot en met 22 staat. Zo dan, mijn geliefde broeders: ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid, en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord, en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. De Apostel roept de gelovigen en de christengemeente van Rome op om zich helemaal toe te wijden aan God. Te meer omdat God Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Daarom moet ons, jou en mijn lichaam, een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Waarom? Omdat het de beste manier is om God te dienen. Weet je, het is goed om even stil te staan bij het feit dat de Apostel oproept om met ons lichaam God te verheerlijken. We komen dat vaker tegen in de Bijbel. Ik geef een paar voorbeelden. In 1 Corintiërs 6, vers 20 staat: U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. En in Filippenzen 1, vers 19 tot en met 21 lezen we: Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn halsend verlangen en hoop. Dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Ten slotte, 2 Korintiërs 4, versen 10 en 11. Daar staat: Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven, om Jezus wel, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Wij mogen God liefhebben en dienen met heel ons hart, met geest, ziel en lichaam. Romeinen 12, vers 2. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. De vermaning om zichzelf als een offer aan God aan te bieden krijgt gestalte in twee opdrachten. Enerzijds is er wat we niet moeten worden, en anderzijds dat waarin we anders moeten worden. Dit drukt een blijvende opdracht uit om voortdurend weerstand te bieden aan de invloed van de wereld, en voortdurend te veranderen. Door de vernieuwing van het denken. De gelovigen moeten zich verzetten tegen de invloed van de zondige wereld, die hen van God probeert te vervreemden. Zij moeten zich laten veranderen door een nieuwe manier van denken. Deze vernieuwing wordt bewerkt door de Heilige Geest. Hun denken is vernieuwd, zodat hun leven van binnenuit kan veranderen. Het doel van de vernieuwing van het denken is dat zij zullen ontdekken wat de wil van God is. En wat Hij wil, is goed. Welbehagelijk en volmaakt. Het is daarbij niet voldoende dat iets goed is in de ogen van de mensen. Het moet ook aangenaam voor God zijn. Dat wil zeggen, het moet voldoen aan Gods normen. Het is niet voldoende als een gelovige probeert volgens de geboden van God aangenaam voor Hem te zijn. Nee de geest van God openbaart het volmaakte, dat wat goed en welgevallig is in Gods ogen. Paulus dringt er bij de gelovigen op aan. Om leven en gedrag niet te laten vormen door de mensen om je heen, ook niet door de mensen van een kerk. Het is zo gemakkelijk om een bepaalde rol te spelen. Dat is wat het woord hypocriet betekent. Een mens kan als gelovige een bepaalde of gewenste rol spelen, maar het is niet echt, het is toneelspelen. Een mens lijkt iets te zijn wat hij of zij niet is. Van een gelovige wordt gevraagd juist niet te worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. Een gelovige moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Niet enkel hier, maar regelmatig vraagt de apostel Paulus hiervoor de aandacht. Ik geef een paar voorbeelden. 2 Korintiërs 3, vers 18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. En aan zijn medewerker Titus schrijft de Apostel: Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn geliefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid, die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Paulus getuigt: Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij wenst. Als een gelovige, door de Heilige Geest van God. Het denken laat vernieuwen, zal hij of zij in staat zijn om de wil van God te volgen en te doen. Een voorbeeld daarvan kunnen we lezen in Filipensen 4, versen 12 en 13. Daar staat: En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus. Die mij kracht geeft. Op het moment dat jij en ik een houding aannemen en beweren iets te zijn wat we niet zijn, is het onmogelijk om de wil van God te ontdekken. Christus is degene die door zijn Heilige Geest Paulus kracht gaf in moeilijke omstandigheden. Hij ontving kracht door Christus, door zijn eenzijn met hem. Als Paulus schrijft dat jij in staat is alles te doen door Christus, die hem daarvoor de kracht geeft, dan bedoelt gij daarmee niet te zeggen dat gelovigen alles kunnen. We moeten het zien als bestand zijn tegen, aankunnen, in plaats van alles kunnen. Ook daarom schrijft Paulus in Romeinen 12 vers 2 U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Kan een mens dat allemaal vanuit zichzelf? Nee, daar is de drie-enige God voor 100% bij nodig. De liefde van de Vader, de genade van de Zoon en voortdurende leiding van de Heilige Geest zij helpen bij het bidden om wijsheid, kracht en moed. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee. Through the Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be. Voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.